We hadden het even over fase 3. Want ja. Fase 3 is echt de klinische, zeg maar de klinische fase. Is die nou helemaal doorlopen? Ja. Die is helemaal doorlopen. Dus die, en kijk nog eventjes daar. En dan bestrijden wij. En dan kom ik zo terug. Dus eerst even vraag aan de staat. Klopt dat nou? Ja, die is doorlopen. Is daar nog iets meer over te zeggen? Hoe dat nou per vaccin was? Het aantal proefpersonen. Ja. Hebben ze dan ook inclusief de placebo klanten? Ja. Dat... Ja, toch? Ik denk het wel. Dus ik, bij een van de vaccins zag ik dat het was 10 placebo, 10 het echte middel. Dus dan zijn het er 20.000, maar goed, dat is dan mijn interpretatie. Moderna 30.000. Ja, bij Pfizer 44.000 en bij AstraZeneca 24.000. Ja, dat was vraag 1. Reactie. Tot januari 2023 lopen de fase 2/3 studies. Dit is opmerkelijk. Ja, dat is een rolling review. Dat kan je terugvinden op clinicaltrials.gov. En daar zie je ook op de 151 plaatsen op de wereld, volgens mij, waarop die clinical trials dan plaatsvinden, dat het nog steeds op recruiting staat. Dat is het Nederlands voor, er worden nog steeds patiënten aangenomen voor deze studies. En het is heel duidelijk, fase 2, 3, en zeker de versie van Pfizer waar het B1 achter staat, dat is een beetje slecht weergegeven, want dat gaat over de self-amplifying mRNA. Die zit absoluut in fase 2. En dan heb je het ook nog over verschillende groepen, zoals de zwangere vrouwen, kinderen en andere groepen. Die zitten ook nog in fase 2, waar je vooral ook nog de veiligheid test. En je kan het zien aan de formulieren die moeten worden ondertekend. In de Verenigde Staten is dat iets duidelijker. De FDA heeft dat beter gedaan. Daar heet het gewoon informed consent. In Nederland staat het er niet boven, ten onrechte. Maar er wordt wel degelijk gevraagd of je gegevens kan delen en of je daarvoor wilt tekenen, omdat de veiligheid en de werkzaamheid van het middel nog wordt onderzocht. Dat is typisch iets van fase 2 en fase 3. Wat er is gebeurd met de clinical trials, die zijn heel strategisch in de zomer gehouden, zodat de prevalentie extreem laag was. Ja, en dan kan je kijken op een groep van 100, als je dan 2 mensen positief test zonder vaccin en 1 persoon positief test. En ik zeg positief test, want daarmee is dus geen infectie. Komen we in april weer hier te spreken. Dan kan je vanuit die kleine cijfers zeggen, nou, het reduceert wel 50%. Maar vanuit de grote cijfers moet je zeggen, het is hooguit 1% reductie op infectie.